Oké, okay, ik ga een nieuwe poging doen vandaag, dus ik ben nu thuis 100% opgeladen. Ik heb een vooropgestelde range van 229 kilometer. 100% 229. Nu, die voorspelde range is altijd op basis van uw vorige rit. En ik ben heel rustig naar hier gekomen met mijn vorige recordpoging van 178 kilometer. Ik ga dat vandaag proberen verbeteren, dus juist omdat ik zo rustig gereden heb, staat de range vrij hoog. Ik denk niet dat ik 229 effectief ga halen, maar kijk, ik ga een poging doen. Ik ga wel zoveel mogelijk binnen door, ik kan niet alleen maar 50 km per uur gaan sowieso. Ik ga naar Vlaanderen gaan, dus er gaan sowieso stukken zijn dat ik 70 kan. Ik ga proberen wegblijven van stukken waar ik 90 kan, want het kan goed zijn dat ik ook nog stukken van 90 tegenkom. Maar ik ga zeker wegblijven van snelwegen waar hij 120 mag. We zullen zien. Ja, ik ga ook het licht is aan het verdwijnen ondertussen. Ik ga ook hier en daar nog ergens stoppen voor een foto te proberen maken. Volgens dat ik nog licht heb. Dus ik heb mijn laadkabel mee. En ik heb ook mijn GFX-camera mee. Nu dat is zo'n vrij grote, die GFX. Die past er net in. Ik heb een klein beetje moeten forceren weer. Maar het past erin. En anders is er niks. Ja, ik heb deze keer geen bagage mee. Dus dat zal natuurlijk ook wel helpen, maar anders dan dat is er... Ik ga geen snelweg doen. Ik heb hier mijn plakband hersteld hier. Kunnen we dat zien? Hier, dat is zo. Ik heb tape gebruikt voor op een stuur voor racefietsen, voor koersfietsen. Dus, omdat ik denk dat daarop zweet, dus dat moet wel vochtbestendig zijn. Ik heb het zowel hier geplakt als daar, maar dat zien we niet meer aan de USB... Want ik denk eigenlijk dat de SAE-connector dat dan nog redelijk vochtbestendig is. Maar ik vrees dat vooral die USB-connector niet echt vochtbestendig is. Maar nu zou dat moeten blijven zitten. Het is nog altijd niet ideaal, ja, omdat dat vol in de... Al het water komt hier, hè. Dus dat zit vol in de regen. Ik denk, als ik het goed begrepen heb, zou ik hier die plastic moeten kunnen verwijderen. En moest ik het hier kunnen achtersteken, dat zou wel beter zijn. Dan moet ik een keer kijken hoe dat die kabel hier loopt. Het is noods een verlengstukje voor die SAE-connector. Want ik ben... hoe laat is het al? Ja, het is al 9 uur. Over een uur is het donker. Dus ik weet niet wat dat gaat lukken in die foto's. Maar goed, we gaan beginnen rijden. Tot nu toe heb ik nog niet sneller dan 70 per uur gereden. Ik ga hier mijn foto maken. Ja, je ziet dat waarschijnlijk niet in de video, maar daar is de zon aan het ondergaan. De range was ook al gestegen naar 235. Als je zo'n foto maakt, is dat wel mooi als je de verlichting ook laat branden. Nu, dat gaat natuurlijk wel accu kosten. Ik krijg een eco. Er is wat discussie op internet of dat wel de beste optie is. Vooral omdat in eco, als je de gas loslaat, heb je een serieuze motorrem door de regen, door het remmen op de motor. En zo terug koppelen van energie naar de batterij toe. Het zou interessanter zijn om minder regen te hebben als je de gas lost. Dat je kunt meer langer uitbollen. En met de hendel dan de regen te controleren. Dus de typische brake regen optie bij zero. Nu wat ik doe is gewoon... Ik blijf een klein beetje gas geven zodat hem ook uitbolt, redelijk uitbolt. En het is wel als ik echt wil stoppen dat ik dan mijn gas volledig dicht zet. Voilà, dat is ook weer aan. Ja, het plan is trouwens van tot 50% te blijven rijden. En dan ja, een gelijkaardige weg terug te rijden. Ik ga niet dezelfde weg terug, maar... Dus er gaan wel wat speling op zitten, maar ik ga toch proberen tot 50% leeg te rijden. En dan pas terug richting huis te keren. We zullen zien. Ja, en ik kan naar huis bellen om mij te komen halen met de kabinet. Dan kan ik de motor inrijden. Ga je inrollen.
Maar beter niet, want de kindjes slapen al, dan moesten de kindjes wakker maken en zo, mijn vriendin. Dus ze gaat sowieso niet content zijn. Ik ga dat proberen vermijden, dat scenario. Nog altijd 2:24. Ziet die luchtballon daar? Het is momenteel aan het opstijgen. Allee, ik hoop het, anders raakt hem die berg daar niet over. Nu is hem al gas aan het geven. Allee, vuur. Hij zakt precies toch. Oké, misschien is hem aan het landen, dat kan niet. Hier dat stukje is 50 en daar is er zelfs zo'n 30. Dus ik weet zeker niet overal het 70, maar ik denk dat op de meeste plaatsen was het 70 tot nu toe. Oké, ik heb niet veel verstand van luchtballonnen, maar daar zit hem nu. Misschien is hem toch aan het landen. Hij is ook aan het leeglopen nu. Nog 76%, al 54 km afgelegd, 194 te gaan. Het is ook al 20 over 10. Dus het is al goed donker aan het worden. Ja. Dezelfde weg naar huis, dat zal het niet worden, want ik weet al lang niet meer waar dat ik ben. Allee, ik weet ongeveer waar dat ik ben. Dat is richting Gent. En dat is richting Munk, Zwalm. Vooral ook handig als het aangeduid staat. Natuurlijk krijg ik al heel de tijd zo op dergelijke dubbele baan. En ik ben speciaal daarvoor naar Vlaanderen gereden. Net omdat je in Vlaanderen op veel van die banen een maximumsnelheid van 70 km per uur hebt. En snelheid is heel belangrijk bij dit. Dus de conclusie, ja, ik was eigenlijk daarnet nog aan het vertellen. Het laatste wat ik zei, wat dan nog correct opgenomen was, was eigenlijk onderweg dat ik vooral naar, dat ik eigenlijk rechtstreeks naar Vlaanderen was gereden om dan in Vlaanderen die test te doen. Want het grote verschil qua maximumsnelheid in Vlaanderen en Wallonië is dat je in Vlaanderen de default daar is 70 km per uur. Dus buiten bouwt komen dat er niks aangeduid staat is 70 km per uur. Waar dat in Wallonië nog altijd 90 km per uur is. Dus. En het resultaat dus van die dag kun je hier zien. Dus ik heb dan uiteindelijk heb ik hier 52%. Dat stond op 51%, maar dat is een detail. Dat is er nu vannacht bijgekomen blijkbaar. Dat is gewoon die accu die een beetje stabiliseert. Maar rond ongeveer de helft van de accu heb ik verbruikt. En dan de afstand die ik daarmee afgelegd heb, is die 100 kilometer. Dus ik heb eigenlijk 100 kilometer kunnen rijden met praktisch de helft van mijn accu. Dus als je heel snel omrekent, kun je rekenen dat als je in dergelijke situaties blijft rondrijden, dat je range rond de 200 kilometer, het zal iets meer dan 200 zijn, maar het zal niet veel meer zijn, rond de 200 kilometer kunt zitten. Dus dat is ongeveer het maximum wat ik al gehaald heb. Ja, het was, de temperatuur is niet onder de 17 graden was, denk ik, s'nachts nog. Maar die is niet veel verder gezakt dan dat. En voor de rest, ik heb de eco-modus dus constant gebruikt voor de hele rit. Maar het belangrijkste, en het was nog altijd een leuke rit. Omdat ik ben in Vlaanderen, het zijn kronkelwegen dat ik genomen heb. Dus het is nog altijd leuk rijden, ondanks dat je een eco rijdt. En ondanks dat je niet rapper dan 70 per uur rijdt. Allee, ik heb goed op de snelweg, goed op de snelheid gelet. Ik heb nu en dan 75 staan op de teller. Maar ja, ik ben aan het twijfelen, want er is helemaal geen teller. Maar op het display heb ik nu en dan 75 staan, maar zeker niet meer dan dat. Er zijn een paar stukjes, dus op weg naar Vlaanderen was het 90 km per uur. Maar dat zal in totaal van die 100 km zal dan maar een tiental kilometer geweest zijn, waarbij dan ik dus rapper gereden heb dan die 75. En de verdeling tussen bebouwde kom en 70 km per uur, ja, dat is moeilijk in te schatten, maar dat zal zo pakt toch wel 30% bebouwde kom of zoiets in die zin. Je passeert wel een aantal bebouwde kommen. Het zijn de verbindingen ertussen die 70 per uur zijn. En op zich, ja, het was zeker een leuke rit. En ik kan er dus 200 km mee rijden. Dat is de conclusie eigenlijk, hè.